Here we go! Geweldig jullie weer te zien, team. Seuren hier met vandaag weer een nieuwe Pokémon Go video voor jullie. Voor vandaag ben ik weer eens super enthousiast om deze video te presenteren aan jullie. Want eindelijk zijn er weer wat gave dingen aan de hand in Pokémon Go. We hebben natuurlijk afgelopen tijd de Global Cash Challenge gehad. De dubbele XP, de dubbele Stardust. Farfetch in heel de wereld, behalve Azië, want die kreeg Thunderstorm. Omdat ze Farfetch zou hebben. Maar natuurlijk hebben we ook nog Ho-Oh afgelopen week te horen gekregen dat die in Pokémon Go zit voorlopig. Als je de video daarvan nog niet hebt gezien, check dan zeker even rechtsboven in je scherm. Want daarin leg ik alles uit wat je over die Ho-Oh moet weten. Dat maakt gewoon Pokémon Go weer een stuk leuker om te spelen. Plus ik heb gewoon nog hele gave raids gedaan. Catches gehad, nieuwe nest gekregen. Er is nog een Pokémon Go update geweest. Dus daar gaan we het allemaal in deze video over hebben. Dus hopelijk heb je er sowieso zin in. Nou, allereerst afgelopen week. Ik heb heel erg goed gebruik kunnen maken van de Global Catch Challenge. Ik heb heel veel Pokémon kunnen vangen. Natuurlijk Rattata, Pidgey, dat soort dingen. Dat krijg je allemaal niet te zien. Of tenminste eentje in ieder geval. Ik wil wel gewoon laten zien wat ik heb gedaan. Maar ik heb gewoon goed gebruik van kunnen maken. Want dat is natuurlijk weer handig voor XP. Natuurlijk voor starters. Maar ook voor wat langere termijn denken. Voor evoluties, prees die je kan doen. Om weer zoveel mogelijk XP te krijgen. Nou, dat is helemaal top. Vervolgens ook weer een Porygon raid kunnen doen. En links zie je de raids in het midden. Zie je dan de Pokémon die ik heb gevangen. Ja, die ik dan nog kan gebruiken voor waar ik nog op zoek ben naar eentje met de beste IV's. Of waar ik gewoon candy voor nodig heb. Of die ik gewoon gaaf vind om te vangen. Natuurlijk gewoon voor de starters. Laten we eerlijk zijn. Als je een Furret kan vangen, een Ledian, dan vang die sowieso. Want dat is natuurlijk weer extra starters. Wat hartstikke gaaf is. Vooral met die dubbele starters en XP. Maar goed. Dat zie je in de video. Ja, goed de sluit kunnen maken van de Global Catch Challenge. Die zal een beetje door de video heen een beetje verspreid wat Farfetch'jes tegenkomen. Ik heb ook een nieuw nest gehad, dus ook die zal je wat vaker tegenkomen dan andere Pokémon. Kom ik zo meteen nog op wat voor nest ik nu heb en welke ik heb gehad. Maar ik ben echt super enthousiast voor het nieuwe nest. Je hebt misschien al op Instagram gezien, maar wat ben ik daar blij mee. Global Catch Challenge. Nou, dat is ook natuurlijk Ho-Oh aangekondigd, waar ik echt ongelooflijk blij mee ben. Een van mijn favoriete legendaries in Pokémon. Toevallig had ik het in de vorige video al over. Dat ik heel graag Ho-Oh zou willen zien, maar geen flauw idee wanneer die komt. Komt hij via een Edge Raid? Komt hij via normale raids? Nou, hij is dus gekomen via normale raids. Ik ben wel benieuwd hoe ze dan, wat ze dan verder met E-Edge Raids gaan doen. Gaan ze dat echt voor exclusieve Pokémon houden, zoals Mewtwo, Mew, Celebi, Deoxys, Arceus? Pokémon die in het normale game, wat meer moeite voor moest doen om het te krijgen. Mewtwo eigenlijk niet, want die kon je gewoon in de Cerulean Cave vangen. Dus dat vind ik wel een aparte. Maar het is natuurlijk wel de sterkste Legendary in Pokémon. Een van de meest iconische Legendaries in Pokémon. Dus misschien dat ze hem inderdaad een speciaal plekje hebben gegeven. Snap ik wel. Mew en Celebi kon je inderdaad door middel van Mystery Gifts krijgen ofzo. Dus die kon je niet echt vangen in het spel. Kan dan wel, maar dan moest je het op een hele andere aparte manier doen. Dus ik denk dat ze E-Edge Raids op die manier gaan gebruiken. Ho-Oh zit in ieder geval. Zit nu meer over Mew en Mewtwo en Celebi te praten dan over Ho-Oh zelf. Maar Ho-Oh zelf, hartstikke gaaf. Ho-Oh heeft natuurlijk te maken met de drie Legendary Beasts. Die heeft ze tot leven gewekt. Ho-Oh is in ieder geval het verhaal achter die vier Legendaries. En Lugia zag je natuurlijk in de film van Pokémon met de drie Legendary Birds. Dus ik vind het wel leuk dat ze hem ook op die manier hebben toegepast in Pokémon Go. Ho-Oh wat meer gerelateerd aan de drie Legendary Beasts. En Lugia wat meer gerelateerd aan de drie Legendary Birds. Dat zei het goed, zeg. Jeetje, Mina, het gaat lekker. Nou, dit is dus het nest wat ik heb. Een Onyx nest. En daar ben ik zo blij mee. Niet alleen zat ik de afgelopen week aan te denken van, joh, voor welke Pokémon kan ik nou nog candy gebruiken? Wat is nou nog een beetje een Pokémon waar ik nog, niet eigenlijk nog wel power-uppen, maar niet genoeg candy voor heb? Dat is ook mooi verwoord. Vind ik mooi, inderdaad. Verwoord, zeuren. Goed gedaan. Schouderklopje voor mezelf. Nee. Maar ik zat er toevallig te denken, dan kan ik nog een Charmander gebruiken. Een Bulbasaur. Een Scyther kan ik ook nog gebruiken. Een Onyx was er dus eentje van. En ik krijg gewoon een Onyx nest. Nou, ik was echt... Ik dacht gewoon, Niantic luistert gewoon naar me. Ik dacht echt gewoon, Niantic, jullie hebben mijn droom getapt. Net zoals Drowsy dat doet. Hè. Die eet dromen van mensen. Staat in ieder geval in de Pokédex omschrijving. En Niantic heeft dat gewoon bij mij gedaan. Want ze hebben me gewoon een Onyx nest gegeven. Daar ben ik super blij mee. Kan me niet schelen of generatie 3 er binnendoor aankomt. Ik ga al mijn Pineberries gebruiken op die Onyx. Dit was trouwens het oude nest, een Snubbel. Ook daar ben ik hartstikke blij mee geweest. Want daar heb ik ook een goede Ivy Snubbel mee kunnen vangen met dat nest. Ik heb nu gewoon een Onyx nest en ben ik zo blij mee. Ik heb niet, het is niet alleen een hele zeldzame Pokémon om het wild tegen te komen in Nederland. Maar ook om uit eieren te krijgen. Hij is ook niet al te makkelijk om uit eieren te krijgen. Ik heb in ieder geval nog één keer gehad. Dat was een 100% Ivy Onyx. Dus nog een reden voor meer candy. Want ik kan heel veel Onyx candy gebruiken voor mijn 100% Ivy Steelix ondertussen. Dus ook die wil ik binnenkort hartstikke graag een power-uppen.
Nou, over Nes gesproken. Het is echt een geweldig park. Het is nog steeds het park waar ik de vorige keer in de vorige video over had. Het park bij de Euromast. Ook komen we gewoon weer een Ursaring tegen. Dat is misschien al wel de zoveel... Ik heb er letterlijk 5 of 6 tegengekomen. Dat is echt bizar in het park. Ik kom ook heel vaak Teddy Ursa's tegen, maar echt... Ursaring is misschien wel een van de meest... De Pokémon, een van de meest voorkomende Pokémon die ik tegen ben gekomen, die geëvolueerd is. Echt bizar. Hartstikke gaaf, hartstikke leuk. Helaas niet de beste IV's, maar... Ja, ik kom eigenlijk best wel vaak tegen. En het heeft me ook echt jaren geduurd voordat ik een goede IV Teddy Ursa kreeg met goede CP. Dus dat is wel grappig, want ja, ik had dan Ursaring voordat ik een goede IV Teddy Ursa had. Is wel een leuk feitje. Dus ja, Onyx Nest, hartstikke blij mee. Nou, je zag net ook wel een Farfetch gevangen worden. Dus ook die hebben we een aantal keren kunnen van afgelopen week. Ben ik ook hartstikke blij mee. Dus ja, Onyx en Farfetch zie je een beetje sporadisch of zie je meerdere keren in de video voorkomen. Omdat het ze een beetje, ik vond ze wel waard om ze een speciaal plekje te geven. Nou, daarnaast hebben we natuurlijk wat raids gedaan, want ja, laten we er ook maar even een beetje over praten. Ik vind het eigenlijk wel leuk de raids. Het zijn niet de meest enthousiaste Pokémon, maar je kan ze wel makkelijk verslaan. De meeste dan in ieder geval, als je een beetje goede gepower-upte Pokémon hebt. Tentacool kan je sowieso eentje doen. Poyodon kan je eentje doen. Ik denk dat je wel eens als je Cloyster. Als je met goede Pokémon kan je die zeker in je eentje doen. Omastar kan je ook zeker in je eentje doen, want die heeft een vierdubbele zwakte tegen gras. Ik doe hem aan het einde van de video trouwens ook nog, dus ja, als je dat wil zien, blijf lekker zitten. Ik heb ook nog een Raikou raid van een tijd geleden, dus ja, als je dat wil zien, blijf lekker zitten. En we hebben natuurlijk nog veel meer om over te praten, laten we eerlijk zijn. Dus ja, dat gaat ook wel lekker. Ja, nu ook die nieuwe rewards in Pokémon Go zijn gekomen naar raids. Dus meer kans op Rare Candy, of eigenlijk, nou, dat valt ook wel mee, meer kans op Charged Gem, dat moet ik zeggen. Betere rewards eigenlijk. Is het ook gewoon veel leuker om raids te doen. Je krijgt nu ook echt een beloning ervoor. En dat vind ik wel gaaf. En omdat ze dan ook makkelijk in je eentje te doen zijn, hoef je niet. Ja, kan je gewoon elke dag eigenlijk een raid doen. En dan krijg je nog wel een redelijk goede beloning ervoor. Dus dat vind ik echt wel een gave update. En ik hoop echt dat ze nog wel. Ja, stiekem ook toch wel dat deze Pokémon die we nu hebben lang blijven in raids. Want dan kunnen we gewoon in je eentje veel raids doen. Hè? Elke dag je pas gebruiken. Elke dag veel rewards krijgen. Ja, dat doe je natuurlijk voor, hè. Rare Candies, Charged TM's, Fast TM's. Misschien kun je nog wat Poisons gebruiken, weet ik veel. Golden Raspberries, noem maar allemaal op. Wat je nodig hebt, je hebt een goede kans op dat je het krijgt. En natuurlijk Stardust, laten we eerlijk zijn. Stardust, ook hartstikke gaaf dat je dat nu eindelijk uit Raids krijgt. Want ja, dat is gewoon geweldig, laten we eerlijk zijn. Daarom spoel je Pokémon Go om zoveel mogelijk Stardust te doen. En ja, als je ging... Ja, waarom krijg je wel Stardust uit Eieren en niet uit Raids? Vond ik altijd zo apart. En nu krijg je ze natuurlijk ook een soort van uit Gyms als je een Pokémon een Berry geeft. Dus ja, het is nu eindelijk een beetje een soort van... Het komt allemaal samen, zeg maar. Al die Pokémon Go updates, daar ben ik nog blij mee. Maar ja, dan ook natuurlijk... Het is, ja... We hebben natuurlijk een beetje naar de geschiedenis gekeken, wat afgelopen week is gebeurd. Maar laten we nu naar de toekomst gaan kijken. Want generatie 3 kan eigenlijk elk moment komen. Het kan gewoon elk moment komen. Het is vandaag 2 december. En Niantic heeft aangegeven dat generatie 3 in december komt. Geen flauw idee wanneer. Mensen vragen het me steeds. Ik heb steeds gezegd, jongens, ik werk niet bij Niantic. Maar toch blijf ik de vraag krijgen. Nee, generatie 3 komt in december. Ik weet niet wanneer, maar het komt in december. Ik weet niet wanneer, maar het komt in december. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Dus eigenlijk vanaf elk moment dat je nu in leven bent, heb je dus kans dat generatie 3 komt. Maar wanneer? Ik weet het niet. Ik werk niet bij Niantic. Hopelijk is dat nu duidelijk. Nee, dit zeg ik naar de mensen die nu nog zitten te kijken waarschijnlijk. Die snappen het allemaal wel. Dus hartstikke bedankt voor jullie begrip en jullie support. Jullie zijn geweldig en voor jullie maak ik deze video's. Die mensen die altijd maar stomme comments achter staan. Ja, zeuren. Komen de Legendary Beast nog terug? Zeuren, komen de Legendary Bird nog terug? Zeuren, wanneer komt generatie 3? Welke datum? Hoe moet ik nou in godsnaam weten? Als ik alleen maar informatie krijg, generatie 3 komt in december. Hoe moet ik dan in godsnaam weten op welke dag ze komen? Sorry hoor, maar je snapt dat niet. Ik heb het ook al zo vaak gezegd, maar mensen blijven gewoon doorzeuren. Maar goed, maakt niet uit. Nogmaals, de mensen die er wel begrip voor hebben en waarschijnlijk nu nog steeds kijken. Jullie zijn geweldig en voor jullie maak ik de video's. Dus hartstikke bedankt voor je support. Laat dat even duidelijk zijn. Nou, ook nog wat eitjes kunnen hatchen. Wat moet ik daarover zeggen over eitjes? Het is niet heel erg bijzonder. Het is een beetje, deze kan ik nog gebruiken voor een evolutie. Ik heb heel veel Marrow Candy die ik eigenlijk te veel van heb. Dat is een beetje leuk. Die kan ik weer een beetje mijn candy gebruiken om XP te krijgen. Ondertussen ook weer een Onyx. En dat is trouwens ook meteen de vraag van vandaag. Ik weet niet of ik het net al een beetje had genoemd, maar ik ben heel erg benieuwd voor welke Pokémon jij nog candy kan gebruiken. Nogmaals, ik weet niet of ik het net al heb genoemd, maar ik ga het gewoon nog eens zeggen. Waarom niet, joh? Toch een video is toch lang zat, dus ja, moet toch een beetje de video vullen. Onyx is voor mij zo'n Pokémon waar ik nog candy voor kan gebruiken. Nou, het zei net ook al Charmander. Ook daarvan heb ik trouwens een Spawn. Weet niet helemaal zeker, maar het is waarschijnlijk wel, want ik kom hem heel weinig tegen. En toevallig kwam ik hem laatst tegen op een plek waar ik al meerdere keren
ja, wat bijzondere Pokémon tegenkwam. Dus ja, voor welke Pokémon kan jij nog candy gebruiken, omdat je er niet zo heel veel van hebt. Maar ja, je wel ja, candy nodig hebt om te power-uppen. Ik heb bijvoorbeeld Onyx, ik heb van 100% Ivy Steelix. Dus ja, ik heb zeg maar mijn candy niet meer nodig om te power-uppen of om te evolueren. Maar ik heb nog candy nodig om te power-uppen. Nou, datzelfde geldt voor mijn Charmander en voor Bulbasaur. Voor Bulbasaur heb ik al 2 Venusaur's, maar ik heb nog maar 50 candy. Dus ja, dan kan je natuurlijk wel je Pokémon bij power-uppen, maar niet helemaal maximaal, zeg maar. Dus ja, ik heb gewoon heel veel candy nodig voor sommige Pokémon. Onyx bijvoorbeeld, Scyther, Bulbasaur dan, Charmander. Nou, noem eens wat geks. Janma kan dit ook nog wel gebruiken voor in de toekomst, als natuurlijk generatie 4 uitkomt. Rhydon, Golem zijn ook nog wel Pokémon die ik nog wel goed kan gebruiken. Of waar ik ja, goed nog candy voor kan gebruiken. Dus ja, dat zijn een beetje Pokémon, een beetje ja, de Pokémon die je ook echt gebruikt in gymgevechten, waar ik nog Pokémon of ja, candy voor kan gebruiken. Of ja, 100% Ivy Pokémon, omdat ik ze gewoon graag helemaal gemaximaliseerd wil hebben. En dan hebben we het niet over de Legendaries, want ja, iedereen kan daar candy voor gebruiken natuurlijk, dat snap ik ook wel. Maar echt over Pokémon die je zeg maar in het wild kan vangen. En dan, ja, pseudo-Legendaries mag ook. Als ik kijk naar Dratini en Larvitar, dat zijn zeg maar hè, de sterkste Pokémon na de Legendaries in eerste en tweede generatie. Ja, voor Dratini heb ik nu meer dan 300 candy. Vraag me niet hoe, maar ik kom ze best wel vaak tegen. En voor Larvitar heb ik nu ongeveer 100 candy. Daarvan heb ik maar 2 Tyranitars, dus die zijn dan in principe maximaal gepower-up. Maar ja, daar heb ik dus nog candy voor nodig om ze helemaal maximaal te power-uppen. En dan heb ik nog 1 95, 96, 97% of 98% heel hoge IV Larvitar. Dus ja, ik heb minimaal 100, nou wat zal het zijn, 150 candy nodig ongeveer. Even mooi, een beetje een mooi afgerond getal. Voor Larvitar om en die nog te laten evolueren, die hele hoge IV. En dan ook nog de rest van mijn Tyranitars kunnen power-uppen totdat ze maximaal zijn. Dus ja, daar kan ik nog goed candy voor gebruiken. Abra heb ik trouwens daarvoor nog een nest gehad. Voor Onyx had ik Snubbel en voor Snubbel had ik een Abra nest. Dat was trouwens ook nog tijdens dubbele candy een tijdje. Tijdens het Equinox event volgens mij. Dus daar heb ik echt bizar veel candy van. Maar ook dat was een Pokémon waar ik candy voor kon gebruiken. Machamp trouwens ook nog een Pokémon waar ik nog candy voor kan gebruiken. Want ik heb nog een goede IV Machop die ik nog moet laten evolueren. En dan moet ik ook nog andere Machamps power-uppen. Dus dat zijn een beetje Pokémon voor mij waar ik nog denk van ja. Hè? Daar kan ik nog candy voor gebruiken. Want die willen nog graag wat hoger hebben dan dat ze zijn. Dus ja, dat is helemaal super. Dus ja, ik ben erg benieuwd wat jij voor Pokémon nog nodig hebt, waarvoor je nog candy voor kan gebruiken. Hopelijk dat een beetje daar ook nog een Wigglytuff, jeetje Mina, het is echt, dit bedoel ik dus, het is echt gewoon een chaotische week geweest. Ik ben geweldige Pokémon tegengekomen, er zijn geweldige events geweest, zijn geweldige nieuwtjes geweest, hartstikke gaaf allemaal. Ook nog, ik zag het trouwens net heel even snel op de raid als je zag. Normaal speel ik Pokémon Go vaak in het park bij de Euromast, zoals ik net al zei in Rotterdam. En afgelopen donderdag of vrijdag is er een update geweest. Waardoor de map in Pokémon Go wat specifiek is geworden. Je ziet het hier ook al even. Eerst was dat stukje donkergroen, was het helemaal niet. Dus je ziet nu, ja, heb je eigenlijk een veel betere onderscheiding. Wat nou een park is, wat nou normaal gebied is, wat nou een voetpad is, waar nou water zit. Want ook ja, kleine watertjes, zeg maar. Dus gewoon een slootje achter bij je huis was eerst niet echt. Tenminste, soms wel zat het op de map in Pokémon Go. En soms ook niet. En dat is nu gewoon echt ja, altijd zo. Dus ja, de map is gewoon veel specifieker en veel duidelijker en veel uitgebreider. Dat ja, vinden we hartstikke gaaf om te zien. Dus ja, dat is zeker wel iets om, om in de gaten te houden. Of ja, vond ik in ieder geval een leuke update. Dat is ook nog wel leuk om te vermelden. Maar dat is een beetje de toekomst. Ik moet nog steeds meer over de toekomst praten. Want Generatie 3 komt natuurlijk uit. En daar ben ik super enthousiast voor. Wat voor Pokémon wil je natuurlijk vinden? Wat zijn dan de beste Pokémon? Daarvan heb ik al een video gemaakt. Dus check die zit even rechtsboven in je scherm. Het is eigenlijk een beetje de Beedrill en de Metagross zijn eigenlijk een beetje, ja, de Beedrill is dan de Dratini van derde generatie, omdat het draak Pokémon is. En dan zou ik Metagross meer vergelijken met een Tyranitar. Totaal niet dezelfde types, dus dat bedoel ik niet, maar ja, Metagross is een, de meeste pseudo-legendaries zijn draak type. En Tyranitar was dan de eerste die er niet was. En Metagross was eigenlijk een soort van, hetzelfde eigenlijk, alleen ja, een ander type. Excuses, het was een boertje. Excuses daarvoor. Zoals ik al zei, ook nog een Bulbasaur spawn hebben waarschijnlijk. En dan een Charmander spawn, dus dat is wel grappig. Want ja, ik zat er letterlijk echt afgelopen week aan te denken van... Nou, Bulbasaur kan ik nog goed gebruiken. Charmander kan ik nog goed gebruiken. En Onyx kan ik nog wel goed gebruiken. En ik krijg gewoon van letterlijk van alle drie... voor Onyx een nest en voor Charmander en Bulbasaur. Ik weet nog niet zeker of dat spawns zijn, maar waarschijnlijk wel. Want ja, ik zie wel vaker aparte Pokémon op die punten, op die tijden ook nog verschijnen. Dus dat is wel grappig om te zien. Dus ja, gewoon echt super blij mee. Beten en dinges dan.
Beldum is dat. Ja, Metacross is dan de laatste evolutie van Beldum. En Beldum is dan ja, de Larvitar, zeg maar. Zo moet je het een beetje zien. Nobel is nog te volgen. Nou, verder hebben we natuurlijk nog Milotic. Dat is een beetje de Gyarados van derde generatie. Ook wel een hele goeie. Gardevoir is nog een hele goeie. Ja, verder hebben we ook goede verhalen gehoord over Walrein. Dat zou ik dan meer vergelijken met een Lapras. Alleen ja, is Walrein een derde evolutie. En Lapras heeft helemaal geen evolutie. Dus een beetje apart te vergelijken. Maar het type is hetzelfde. Lapras is water en ijs. En Walrein is ook water en ijs. En volgens mij hebben we het dan wel een klein beetje gehad. Van echt goede Pokémon in generatie 3. Ja, er zijn nog wel een paar andere leuke Pokémon die er zijn. Camerupt, Sharpedo, maar die zijn dan niet echt super, 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 super duper sterk. En natuurlijk, ja, de starters, bedoel, ja, dat is logisch. In principe zijn ze niet heel erg sterk, de starters. Oh, nou ja, we hebben het over Sceptile, omdat ze niet echt ja, verdedigend heel erg goed zijn. Sceptile en Blaziken hebben we het dan over. Maar ik denk wel dat ze aardig, ja. Ik denk dat, ja, het zijn nog ja, typisch starters. Ze zijn wel gaaf, ze zijn wel bruikbaar, maar ze zijn ook weer niet super duper goed. Ja, zoals bijvoorbeeld hè, een Metagross, een Dratini, een Larvitar enzovoort. Dus ja, dat is een beetje tijd naar de toekomst. En ja, nogmaals, geen flauw idee wanneer generatie 3 komt. Ik weet alleen dat het in december komt. Waarschijnlijk nadat Ho-Oh uit race is, maar ook dat kan niet bevestigen. Ja, je hebt het vorige keer wel vaker gezien. Meestal gaan ze dit soort ja, informatie of dit soort events opbouwen. Om de hype een beetje op te bouwen. En dan ineens, als alles afgelopen is, al het nieuws is al klaar. Boom! Generatie 3 of vorige keer generatie 2 na het Valentijns-event. Na andere dingen dat ze toen kregen. Dus ja, ik verwacht eigenlijk wel nadat Ho-Oh een raid is geweest. Dus 12 december, 13 december. Dat generatie 3 dan komt. Maar nogmaals, ik weet niet bij Niantic. Ik weet het niet zeker. Dus dit is gewoon puur een voorspelling. Maar ja, zoals je kunt zien, dit was alweer de video. Hoop dat je er natuurlijk wat van genoten. En misschien ook wel wat geleerd. Want ja, ik ben wat meer informatief geweest vandaag. Dan dat ik meer uit mijn net lulde dan normaal gesproken. Dus ja, hopelijk heb je ervan genoten. En heb je zin in natuurlijk een mooie toekomst voor Pokémon Go. Nou, de rest is mij nog één te doen. Dat is jullie natuurlijk enorm bedanken voor het kijken en voor al jullie geweldige support. Wordt dus altijd enorm gewaardeerd. En dan zie ik jullie heel graag bij mijn volgende video.